Allemaal leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag en geen maandag. Zondagavond had ik een feestje bij Dagmar. En gisteren heb ik echt alleen maar heel dag hoofdpijn gehad, overgegeven. Echt, ik was zo brak als maar zijn kon. En gisteravond zijn we bij Milans vader wezen eten, nog voor vaderdag. Dus gisteren dacht ik, ik heb eventjes een dagje rust. Ik ga eventjes niet vloggen. Was ook niet zo heel erg veel te vloggen. Maar de komende 2-3 dagen, nou eigenlijk de hele week, ga ik wel leuke dingen doen. Ik ga vandaag namelijk heel de dag lekker naar het strand met Stacy en Lindsay. Morgen ga ik heel de dag varen met vrienden. En donderdag tot zondag ga ik naar Centerparks met de meiden. Dus dat is echt super leuk. Donderdag zit natuurlijk in dit stukje er nog bij. En het andere gedeelte van Centerparks kunnen jullie in de weekendvlog zien, de aankomende. Maar ja, daar heb ik echt super veel zin in deze week. Het wordt ook echt mega lekker weer. Dus we hebben voor Centerparks echt een topweekend uitgekozen. We gaan naar Centerparks de Eemhof. Ik ben er wel eens geweest, al met Kiki, mijn nichtje en zo. Dus ja, daar heb ik echt super veel zin in. Wildwaterbanen zo. Die zijn wel gesloten, dus dat is wel jammer. Maar je kon wel gewoon zwemmen volgens mij. Ja, ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb eventjes zonnebrand op mijn gezicht gedaan. Vandaar dat ik misschien een beetje glim. Ik heb mijn blauwe, kunnen jullie het zien? Mijn blauwe gooseberry badpak aan. En deze jurk van ASOS. Die spelt het zeg maar als E-S-U-A-L-S. Maar dit is dus een hele lange beige jurk. En we gingen ook even een fotootje maken. En ik had hier nog een foto mee nodig. Dus dat gaan we gelijk doen. En ik heb mijn oorbellen in van Lovelings. En dit is volgens mij de maat S. De grootste die ik heb. Maar deze jurk dus. En dan neem ik, waar is mijn tas? Oh, neem ik deze tas mee. Deze heb ik vorig jaar bij de H&M gekocht. En die kleurt echt perfect bij mijn jurk. Ik moet alleen nog even kijken welke schoen ik aandoe. Ik denk namelijk gewoon mijn bronzen Havaianas. Dat zit ook wel echt chills, denk ik. Maar we gaan ook eventjes lekker lunchen op het strand. Dus we gaan niet echt op het strand liggen. We gaan gewoon bij een strandtent zitten. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Voordat ik naar het strand ga, moet ik Milan eventjes thuis afzetten. Want die ging ook met vrienden afspreken vandaag. En moet ik eventjes wat pakketjes op de post doen. Want voor de mensen die het niet weten of nog niet gezien hebben. Ik had vroeger... 2 jaar geleden ongeveer, 1,5 jaar geleden, had ik samen met Charlotte een vriendinnetje van mij, hadden we een kledingwebshop. Maar die is gestopt, we zijn gestopt. Maar we hadden nog wel wat leuke dingetjes over. Dus we hebben een United Wardrobe account ervoor aangemaakt. En daar staan nog alle laatste items op voor een kleine prijs. Echt, volgens mij is alles onder de 15 euro. Dus die zal ik wel eventjes in de beschrijving zetten voor als je daar nog een kijkje op wil nemen. We hebben niet heel veel meer, maar er staan nog wel wat leuke dingetjes op. Maar daar moet ik nog eventjes wat pakketjes voor op de post doen. En nog eentje wat ik zelf had verkocht. En ik wil eigenlijk nog eventjes naar het kruidvat om zonnebrand te halen. Want ik heb dus Bali Body olie shit gekocht en zo. Maar het komt vandaag pas binnen. Maar ja, dat kan ik dan morgen meenemen op de boot en naar Centerparks natuurlijk. Maar voor vandaag heb ik dus nog geen zonnebrand. En ja, ik moet me wel insmeren. Ik heb alleen gezicht zonnebrand, maar goed. Ja, ik ga ook jullie in de tas doen, want jullie gaan ook lekker mee naar het strand. Ik ben thuis van het strand. Ik ben nog niet heel erg bruin geworden, dus ik ga naar de zonnebank. Want we gaan morgen natuurlijk varen. Of ja, dat had ik volgens mij wel gezegd. We gaan morgen varen. En nu wil ik gewoon lekker een beetje bruin zijn. Dus ik ga even naar de zonnebank. Even lekker, maar er is dus een pakketje binnengekomen. Dus die ga ik eerst even aan jullie laten zien. Want ik had namelijk wat bij de Boosie Shop besteld gisteren. Ik had 2 dingetjes besteld. Als allereerst dit haarmasker. Want dit haarmasker heb ik toen heel erg lang gebruikt. Vond ik echt heel erg fijn. Mega grote pot voor 7 euro. Dus die heb ik er eventjes opnieuw besteld. Dus bij de Boosie Shop. En dan heb ik iets besteld dat ik echt wel heel erg lang wilde. Oh mijn god, is dit zo klein? Dit is namelijk zo'n zonnebrand van Bali Body. Maar ik dacht dat het wel ietsjes groter was voor 22 euro. Kijk nou hoe klein. Het lijkt heel groot, maar het is even groot als mijn hand. Nou. Maar ik heb dus de geur Peach. Oeh, het is ook echt maar een heel klein dopje. Ik weet niet of je het kan zien. Ik heb de kleur, of de kleur, de geur Peach Tanning Oil met factor 15. Je had ook nog pijnappel en watermeloen en zo. Maar ik dacht, ja, misschien zijn die ietsjes te fruitig, komen er allemaal muggen op af. Maar ik dacht dat het echt veel groter zou zijn. Maar oplichterij dus, voor die, wat kost het nou? 23 euro. Maar goed, hè. Het is vandaag woensdag, wij gaan vandaag lekker varen. Echt, ik zweet me nu al helemaal kapot. Het wordt vandaag echt iets van
29 graden. Maar ik heb mijn Roosberry badpak aan. Maar we moeten nog eventjes naar de Albert Heijn. Dus ik dacht, ik doe deze blouse er eventjes overheen. Want anders is het wel een beetje heftig om zo naar de Albert Heijn te lopen. Maar nou, ik zal wel eventjes laten zien al aan. Maar deze blouse is van de Zara. Volgens mij is die alweer uitverkocht. Mijn badpak van Gooseberry en dit shortje van Levi's. En dan gewoon mijn havianetjes eronder. En ik neem deze tas mee. Die heb ik echt al heel lang, dus ik zou echt niet meer weten waar die van is. Maar die gaat mee. Maar wij moeten nog eventjes stopbrood halen en zo bij de Albert Heijn. En we willen kijken voor zo'n band voor in het water. Dus wij gaan eventjes naar het winkelcentrum lopen. En als je denkt, wat heb je met je ogen gedaan? Ik ben dus gisteravond nog eventjes naar de zonnebank geweest. Want ik dacht, dan heb ik een beetje een voorsprongje vandaag. Maar ja, ik ben een beetje verbrand. En vanmorgen waren heel mijn ogen dik. En ik voel me echt super misselijk. Dus ik ben lekker op zo'n boot vandaag. Maar goed, wij gaan eventjes dus naar de Albert Heijn. Want anders is Miu's vader hier straks al. En die gaat ons dus brengen. Ik had ook echt zieke badpakken bikini stress vanmorgen. Dus echt niet wat ik aan moest. Maar goed, hier kan ik een beetje mijn buik in houden. Dus. Because you went and chose a side that wasn't mine. Hè? Ja, ik denk het wel. Ook oh, dacht ik ga een foto van jullie met z'n tweeën maken. Nou, kom maar, Miu. Oh ja, ja. Het is vandaag. Hè? Oh, ja. Het is vandaag donderdag. En wij zijn aangekomen in het Center Parks huisje. Ja, toch maar, die is lekker bezig. Waar is de prinses? Die is dagmaar nu voor mij. Ik ga even een kleine tour doen. Nou, via die deur kom je binnen. Het stinkt hier echt trouwens. Zie onze kleine keuken. Onze tafel. Zijn er wel 5 stoelen? Nou, dat net wel, zeg. Goed, hoe? We lopen hier het hoekje om en dan heb je dit. Ons bankstel, ons luxe bankstel. Echt gewoon super deluxe. Staat hier al jaren. Maar hier is gewoon een tuinset. Oh, ja, echt. Dan heb je hier een slaapkamer. Hier de badkamer. Dacht maar dat er een keutel in lag, maar dat is het niet. Gewoon een vlek of zo. Hier nog een slaapkamer en hier nog een slaapkamer. Nou, dat was het. Het was lekker omgekleed, want het is 30 graden en het is al 3 uur. Dus we gaan zo lekker naar het zwembad. Alleen je moet dus reserveren voor dat zwembad. Dus we hopen dat er plek is. Maar oké. Okay. Oh ja. Ik vind het hier wel leuk, jongens. Dat staat vast. Oh, wat mooi. Kijk, Belle de Joux. Precies niet. Paprika. Oh ja. Allemaal hetzelfde. Zo, op je steeklust. We zijn lekker uit eten. We gaan nu lekker in de tuin zitten. Of naar tuin. Dakterrasje. Dakterras? Wat is dit? Terras gewoon. Is dat niet scherp? Ja, nu wel. Ik vraag me af wat wij.